Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag hebben we het weer over de Air Up. Samen met Elijah natuurlijk. Van Elijah maakt het mee. Kijk naar de filmpjes. Ja. We hadden een berichtje gehad van Stan. En Stan wilde graag dat we ananas gingen proberen. En ijskoffie. En lemon basilicum. Nou, lemon basilicum was ik net te laten bestellen. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Ijskoffie heb ik even geskipt. Dat lijkt me niet lekker namelijk uit een Air Up fles. Maar we hebben wel, we hadden de doos opengemaakt. Zo zien we de ananas eruit. Pineapple, oftewel ananas. Pineapple, apple pie. Heel lekker. Ik ga de erg alvast plakken. Yes. Even openmaken. Dan zouden we het smaakje er natuurlijk wel af moeten halen. Ja. Stoot jij je nou? Auw. Dit hoorde je. Auw. Ananas erop. Dus Stan, we gaan ananas proberen. Ja, het smaakt echt wel naar wat licht. Pineapple. Het heeft een hoog sponsje opgehaald. Je woont in een ananas, toch? Ja, proef maar eens. Ja, het smaakt naar SpongeBob huis. Ja. Dat is het. Dat smaakt met. Nee, zonder gekheid, hij smaakt niet naar SpongeBob huis. Hij smaakt gewoon naar ananas. Ja. Ik kan ook lemon. Wil je even lemon laten zien? Lemon. Ik ga hem even van stroken. Lemon. Oh nee, lime was het. Sorry, lime. Limoen is dat op zijn ding. Hoor. Waar heb je dat ding gedaan? Oh. Lime. Lime. En lime die. Het heeft een lichte geur, iets wat zuurig. Dat is limoen, dus niet te verwarren met lemon, wat citroen is. En dit. Ik vond het een klein beetje naar 7-Up smaak. Echt, moeten we de. Maar dan zonder de bubbels. Weet je wat we een keer moeten doen? Nou, heb jij een goed idee? Ja. Dan spaarrood erbij doen. Ja, we gaan spaarrood. We doen een keer een spaarrood uitzending. Spaarrood video. Van Aerobnieuws. En dan gaan we gewoon een paar smaken met bubbels proberen. Hoe, kijk hoe dat smaakt. Ja. Heel proef? Ja. En? Ja, lekker. Lekker? Ja. Weet je wat ik ook zo lekker vind? Gewoon nou. Zo'n vrucht. De vrucht zelf, limoen. Of limoenje. En dan krijg je heel zuur. Daar ga je heel zuur van kijken. Hadden we niet nog een smaakje? Ja, we hadden ook kers besteld. Laat die maar zien. Sherry. Die ruikt heel erg lekker. Oh ja, was er niet nog iemand die iets zei over het rietje? Ja, dat was. Of weet je het ook weer? Mette, volgens mij. Die zei van ja, geen haat, maar je moet je fles gewoon drinken met een rietje. Klopt, dat was mijn eerste filmpje, dat was een paar maanden geleden. Toen had ik de fles net uitgepakt. Toen dacht ik van, oh, ik moet zo drinken. Maar ik weet inmiddels dat het via het rietje moet. Maar toch, bedankt voor de tip. Mag ik hem maar op? Maar trouwens, meer mensen die dat al op hadden gewezen. En ik was er zelf ook vrij vlot achter, want als de fles half leeg is, dan wordt het een beetje lastig drinken natuurlijk. Mag ik hem maar op doen? Ben je erop, hè? Een klein beetje terug voor de smaak, zo. Okay. De lucht erachter. Ja. Kers? Ja, kers. Weet je dat het Sherry Coke, maar dan zonder de cola? Ja. Weet je nog die cola die we hadden, die was vies. Van Erop. De cola van Erop, die is. Die gaan we niet meer doen. Maar goed. Weet je welke smaak we ook nog hebben? Ja, een heleboel smaak. Kijk, deze heeft Sven nieuw besteld. Ja, ik had die van een collega geleend, watermeloen. Dat was ook erg lekker. Maar alleen duur had ik al verteld, hè. Want na twee flessen smaak eraf. En? Ja. Sven's lieveling. Die heb ik altijd op voorraad, dat is mijn favoriet. Maar ik ga nu verder met de. Wacht even terug. Lime. Met de lime. Lime. Die vind ik erg lekker. Dat is eigenlijk de winnaar van vandaag. Je hebt gewonnen, lime. Doe maar niet.
hetzelfde. Dus, bedankt voor het kijken. Nog meer, als ik nog meer smaken moet testen voor jullie, dan horen we dat graag. Tot de volgende keer. Ja. Lekker een duimpje. Abonneren, klik het belletje. Ja, en tot de volgende keer.